De zogenaamde mokromafia-voorzitter. En in de Telegraaf kunnen we lezen dat de advocaten strijdbaar zijn. Dat ze zeggen vastbesloten te zijn om door te gaan met hun werk. En dat is het verdedigen van een kroongetuige en daarmee ook het dienen van onze rechtsstaat, voorzitter. En het is vervolgens ons werk, ons plicht, om ervoor te zorgen dat deze advocaten hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen. En de moord op de voormalige advocaat Dirk Weersum vorig jaar in september, de moord op een misdaadblogger, de moord op onschuldige broer van de kroongetuige, de continue dreigingen richting journalisten, rechters, officieren, laten zien dat ons werk nog lang niet klaar is. Voorzitter, ik heb hier een aantal concrete vragen voor de minister. Ik wil weten of deze dodenlijst vanuit de gevangenis aangestuurd wordt. Er is een punt gemaakt door de VVD hier veel vaker. We weten dat criminelen vanuit de gevangenis doorgaan met hun misdaden en met hun praktijken. We hebben hier keer op keer gevraagd of deze criminelen geïsoleerd gevangen gezet kunnen worden en het ook zo houden. Dus ik wil daar graag een reactie op. Ik wil ook weten of we genoeg capaciteit hebben, voorzitter, voor de beveiliging van deze advocaten en de tientallen rechters, officieren, journalisten die onder andere in deze Marengo-zaak gevaar lopen. Kan de minister aangeven dat alles op alles wordt gezet om deze mensen veilig te houden? En voorzitter, ik wil weten of de advocaten en anderen die gevaar lopen ook goed meegenomen worden in de veiligheidsanalyse en hun beveiliging. Ook daar hebben wij eerder vragen over gesteld. Nou begrijp ik dat niet alles in één keer meegegeven kan worden richting degene die beveiligd moeten worden. Dat begrijp ik heel goed. Maar er is nog wel een heel groot verschil tussen niks weten en alles weten. Ik zou graag van de minister willen weten of daar stappen zijn gezet om deze mensen beter te betrekken bij wat er gaande is. Dan geef ik nu het woord aan de minister van Justitie en Veiligheid. Voorzitter, laat duidelijk zijn dat die dreiging waarover gesproken wordt, zeer serieus wordt genomen. Ik kan vanwege de veiligheid van de betrokkenen en het lopende strafrechtelijke onderzoek niet daar verder op ingaan, op wat er speelt, welke maatregelen zijn genomen, wat de achtergronden zijn. Dat is echt nu bij politie en openbaar ministerie en daar moet ik niet doorheen gaan. Wat de capaciteit betreft, inderdaad, ik heb het kabinet gevraagd en ook uiteindelijk, ondanks alle corona-financiële problemen gekregen, 55 miljoen extra structureel om dat bewaken en beveiligen te versterken. Het is ernstig genoeg dat we dat er extra in moeten steken, terwijl we dat toch veel beter met elkaar aan andere dingen hadden willen uitgeven. En dat betekent echt dat we inderdaad alles op alles zetten, zoals het lid Jezielkus terecht vroeg. Voorzitter, dan even dat punt van die veiligheidsanalyse van de mensen zelf. Het is heel begrijpelijk dat daar belang aan wordt gehecht. Maar zoals ik eerder in antwoorden op vragen van uw Kamer heb aangegeven, kunnen belangen rond inlichting, opsporing of vervolging of bronbescherming aanleiding zijn om die informatie in zekere zin beperkt te houden. Ook dat is iets waar ik als minister verder niet in moet of kan treden. En wij evalueren, naar aanleiding van de motie van mevrouw Jezielkus, ook deze aspecten van het stelsel. Mevrouw Jezielkus, Segerius. Voorzitter, ik hoor de minister nog niet ingaan op de vraag of deze criminelen geïsoleerd vastgezet worden. Ik begrijp dat hij zegt, dat de minister zegt, ik kan niet ingaan op een individuele zaak, maar ik stel hier ook procesvragen en structuurvragen. Worden zij apart vastgezet? Gaan we afspraken maken zodat we ook beter de analyses wel kunnen delen met betrokkenen? Ook prima als de minister daar snel schriftelijk op terugkomt. En voorzitter, in de Marengo-zaak hebben we al zo lang zoveel mensen te maken met een hele reële dreiging, die gewoon elke dag moeten vrezen voor hun leven. En ik zei dat al, het zijn niet alleen advocaten, het zijn rechters, officieren, journalisten die dag en nacht beveiligd moeten worden. Mensen die staan voor onze rechtsstaat en met elke dag angst hebben voor hun leven, voorzitter, en toch blijven volhouden. En het is zeer kwalijk dat deze situatie bestaat. En het is ook iets wat ons hier elke dag bezig hoort te houden. Daar horen wij wakker van te liggen. Het is naïef om te denken dat als de kopstukken gevangen zitten, voorzitter, dat dan deze ellende en het gevaar zou ophouden. Ik zie ook nog steeds grote fouten gemaakt worden in de zaak. We hebben het tijdens de begroting ook over gehad. We zien dat voor de zoveelste keer bijvoorbeeld een foto van de kroongetuigen opduikt in dossiers. Kan de minister aangeven of er ook gesprekken over zijn geweest, bijvoorbeeld met het OM, om ervoor te zorgen dat we daar nog veel scherper op gaan zitten. En ik weet dat er hard aan wordt gewerkt. Ik weet dat de veiligheidsdiensten en het OM er bovenop zitten. Maar ik hoop ook dat de minister kan begrijpen dat ik deze vraag ook wel moet stellen. En voorzitter,
is het feit dat advocaten op een dodenlijst staan voor de minister aanleiding om met NCTV om tafel te gaan om te kijken of de beveiligingsconcepten van het verdedigingsteam opnieuw beoordeeld moeten worden. Ik begrijp dat de minister niet in kan gaan op die concepten, maar ik zou wel graag bevestiging willen dat daar opnieuw naar wordt gekeken. En voorzitter, ik had een lijst gemaakt met de keren dat ik hier heb gestaan met vragen hierover, zorgen, maar ook concrete voorstellen. Dan ben ik mijn 4 minuten ver voorbij, dus die zal ik niet oplezen. Maar ik ga wel hier blijven staan, keer op keer terugkomen, totdat advocaten, journalisten, rechters, officieren veilig hun werk kunnen doen. En we de criminelen hebben laten zien dat zij niet de baas zijn, maar wij. Dank u wel, mevrouw Jusilkus. Dan kijk ik naar de minister of hij daarop wil reageren. Ik ga in herhalingen vervallen, maar ik wil nog één ding zeggen. Er zijn de afgelopen tijd een aantal vertrouwelijke briefings van ook van individuele Kamerleden, zoals mevrouw Jusilkus geweest. Er is op 19 januari opnieuw een vertrouwelijke briefing van uw Kamer. En daar kunnen altijd vragen gesteld worden die nou juist niet buiten dat vertrouwelijke karakter moeten komen. En ik kan gewoon op een aantal dingen niet ingaan omwille van de reden die ik net geschetst heb. Dan ga ik naar de heer Van Nispen namens de SP en dan de heer Van den Bergen namens GroenLinks. De heer Van Nispen. Dank u wel, voorzitter. Wij mogen ons in ons land gelukkig prijzen met zulke dappere mensen. Met advocaten die niet wijken voor bedreigingen, maar blijven staan voor de rechtsstaat en het belang daarvan. En ik ben daarover wel heel erg bezorgd, over die bedreigingen. En dat zijn zij natuurlijk zelf ook. Ik heb een van hen ook zojuist gesproken. Ik zou de minister willen vragen of hij bereid is om ook met de 3 betrokkenen zelf ook in gesprek te gaan. Om zich hun zorgen ook aan te trekken en daarover te informeren. En is de minister tevens bereid om die hele dreigingsanalyse van het hele verdedigingsteam, dus alle 3 deze betrokkenen, om die opnieuw te beoordelen en te laten bekijken? De minister. Nou, voorzitter, dat laatste, daar zie ik echt op dit moment geen aanleiding toe. Maar nogmaals, daar kunt u op 19 januari aanstaande in die vertrouwelijke technische briefing nog, zeker als u dat zou willen, vragen over stellen. Ik heb in het verleden ook af en toe gesprekken gevoerd met betrokkenen. En wanneer daar in het kader van het geen aanleiding toe is, dan zal ik dat niet uit de weg gaan. Maar nogmaals, ik moet als minister echt even zorgen dat ik uit de weg stap, zodat het strafrechtelijk onderzoek wat hier ook speelt over die dreigingen helemaal zijn beloop kan krijgen. Dus het gaat er niet om dat ik niet zeg, ik trek me dat aan, dat heb ik genoeg gezegd, vaak genoeg gezegd, et cetera. Maar er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek naar dit geheel. Heer Van den Bergen, namens GroenLinks. Ja, voorzitter, de gruwelijke moord op Dirk Wiersum, bedreiging aan het adres van advocaten, dat zijn aanslagen op onze rechtsstaat. En we moeten toga-dragers beschermen. De minister zegt net, het kabinet heeft extra geld uitgetrokken, 55 miljoen, om die bescherming beter te organiseren. Mijn concrete vraag is, wanneer is die extra capaciteit operationeel? Wanneer zijn die persoonsbeveiligers echt in staat om de toga-dragers te beschermen? De minister. Nou ja, voorzitter, die capaciteit is, zoals de heer Van den Bergen ongetwijfeld weet, eigenlijk al een jaar operationeel. Want daar heb ik natuurlijk een jaar geleden omstreeks deze tijd ook veel over me heen gekregen van burgemeesters, om het zo maar te zeggen, omdat we gedwongen waren om ook daarbij af en toe de hierop gespecialiseerde mensen uit basisteams daar een beroep op te doen. Dus dat is de antwoord op de vraag. Ja, de heer Van den Bergen. Nou, voorzitter, we hebben in eerdere debatten met deze minister volgens mij gewisseld dat het juist een uitdaging was om de mensen te vinden. Omdat het om mensen in het hoogste geweldspectrum gaat. Dus dan concurreer je ook met andere speciale diensten, met onderdelen van Defensie. Dus volgens mij is die capaciteit nog niet volledig operationeel. Maar als dat wel zo is, dan is dat goed nieuws. Dan heb ik in ieder geval nog een andere vraag. Je hoopt natuurlijk dat deze bedreiging op een dag vanzelf stoppen, maar dat zal niet gebeuren. Sterker nog, we gaan ondermijning intensiever aanpakken, dus er zouden wel eens meer bedreigingen kunnen komen. Wat doet de minister nou om daarop voorbereid te zijn? Is hij bereid om in gesprek met de Orde van Advocaten, de Raad voor de Rechtspraak, andere stakeholders te komen tot een deltaplan om toga-dragers te beschermen? De minister. Nou, voorzitter, die gesprekken hebben ook vorig jaar plaatsgevonden. En die hebben onder andere geresulteerd in dit dringende beroep wat ik op het kabinet heb gedaan ten aanzien van die structurele versterking van bewaken, beveiligen. En die gesprekken, dat wil ik u ook wel geruststellen, vinden ook nog steeds plaats. Maar dat loopt natuurlijk primair via de
NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. En dan bedoel ik in dit geval het instituut en niet zozeer de functionaris. Kijk naar de heer Groothuizen namens D66. Dank u wel, voorzitter. Ik geloof dat het deze microfoon was. Even in de lijn van de heer Van den Bergen, want ook mijn beeld was dat er wel hele lange tijd vacatures waren bij het bewaken en beveiligen van mensen. Ook omdat het best wel lastig is om mensen te vinden, hoor ik nu de minister zeggen dat die situatie opgelost is, dat er geen vacatures meer zijn, dat de politieagenten die een tijd dat werk hebben gedaan terug zijn in de basisteams en dat alle problemen zijn opgelost. Dat zou goed nieuws zijn, maar ik probeer even scherp te krijgen wat de minister nou precies zegt als hij zegt de operationele sterkte is op orde. Ja, de heer Groothuizen en ik weten allebei beter. We hebben nog altijd een probleem met de totale bezetting van de nationale politie ten aanzien van het extra structurele geld wat door dit kabinet is vrijgemaakt. Dat geld is er, maar het probleem is dat we zien door de enorme uitstroom, we hebben daar bij de begroting naar aanleiding van een interventie van de heer Van Nispen over gesproken, de enorme uitstroom van pensionerenden. Dat duurt ook nog even voort. We hebben eigenlijk volgend jaar is voorgerekend, zitten we eigenlijk in de dip. Dus in dat opzicht moeten we ons realiseren dat we op dit moment heel veel vragen van onze politiemensen. Dit is ook een van de belangrijkste redenen waarom dat extra bedrag een aantal weken geleden is toegekend aan iedereen bij de politie. Dat geeft mij ook echt, nou ja, laat ik zeggen, ik heb er heel veel aandacht voor, maar het geeft me ook grote zorg. Maar de vraag van de heer Van den Bergen, die was van ja, maar bent u nou wel ondertussen bezig geweest om dat bewaken en beveiligen operationeel op te tuigen en in te vullen? En dat is het geval. En daardoor krijg ik natuurlijk dat op andere plekken bij de politie terecht er wordt gezegd, ja, wacht even, er worden mensen bij ons weggehaald. Ja. De heer Groothuizen. Ja, want het antwoord waaierde ook weer wat uit. Kunnen we dan misschien een brief krijgen van de minister, bijvoorbeeld voor die briefing van januari, waarin die uiteenzet het geld wat is vrijgemaakt, het aantal mensen wat daarvoor is gekomen en waar er eventueel nog een knelpunt zit. Dan hebben we als Kamer ook gewoon scherp waar we het precies over hebben. Voorzitter, dat lijkt me een uitstekend idee. Die brief is dan overigens in eerste instantie, laat ik het zo stellen, vertrouwelijk naar uw commissie. Want dan kunt u hem ook echt bij die briefing volledig gebruiken. En of we daarna met elkaar zeggen, hij kan openbaar, laten we dat even dan zien. Maar ik vind het wel goed als ik die brief stuur, dus laten we dat doen. De heer Van Dam, namens het CDA. Ja, voorzitter, ik heb ook vorige week weer die twee advocaten gezien op tv. En dan zit ik daar, ook een beetje als ex-deelnemer van het rechtsbedrijf. En dan heb ik ongelooflijk veel respect voor twee van die mensen die durven om naar voren te stappen. Rechters die maken deel uit van een organisatie, officieren van justitie, maar advocaten, ik hoef het deze minister niet uit te leggen, die staan er eigenlijk in hun eentje voor. En dat is misschien ook wel de reden waarom mevrouw Jezilkus continu hier komt en wij hier staan, om dat te supporten, daar respect aan te betuigen. Ik heb vorig jaar bij de Algemeen Politieke Begroting de minister hier de trap op zien komen, ja, toen hij gesproken had met, ik dacht, nou ja, ook de advocatuur. Kan de minister uitleggen wat hij nu nog doet om die advocaten ook te supporten, wat minister Dekker daarin doet? Want dat vind ik zo belangrijk, dat we die mensen die er individueel voor staan, collectief supporten. De minister. Nou ja, collectief supporten, er vindt natuurlijk vanuit de NCTV met name heel veel contact plaats. Zowel op het individueel als overigens ook op het overkoepelende niveau. Ik moet wel zeggen, dan breek ik eigenlijk een lans voor de organisaties. Ik vind dat de Orde van Advocaten, maar ook de Vereniging van Strafrechtadvocaten zeer opkomen voor hun mensen. En wij zorgen dan ook dat we daar een goede gesprekspartner voor zijn. En zo hebben collega Sander Dekker en ik vorig jaar ook een, ja, hoe moet ik het zeggen, een tournee gemaakt langs een aantal arrondissementen om met de rechters, officieren en advocaten te praten. En om niet alleen te praten over deze hele grote bedreigingen, maar ook over wat zij al bij een klein faillissement of een vechtscheiding af en toe over zich heen krijgen. Want laten we echt één ding goed vergeten, goed realiseren en juist niet vergeten. Dat is dat de wijze waarop sommige mensen af en toe gewoon volledig buiten het debat gaan,
En mensen intimideren, bedreigen, lastigvallen, dat vindt naar de advocatuur en rechters en officieren niet alleen in dat soort zaken, maar ook in sommige huistuinen en keukendingen plaats. Dank u wel. Dank u wel. Dan zijn we nu toegekomen aan de vraag van mevrouw Postma namens het CDA ook aan de minister van Justitie en Veiligheid over een man die voor de 16e keer in 2 jaar tijd betrapt is op rijden zonder rijbewijs. Mevrouw Postma. Ja, voorzitter, dank. 16 keer aangehouden zonder rijbewijs. En de laatste keer...